Medewerkers van groenteverwerker La Akker oogsten een perceel erwten net over de grens bij Venlo. Door het warme weer in mei is de oogst een week eerder gestart dan voorgaande jaren. De machine is speciaal ontworpen voor het oogsten van peulvruchten. Het geplukte gewas komt via de opvoerbanden de dorskamer binnen. De peulen worden daarbij door de schoepen van de dorsas tegen de dorstrommel gewreven, waardoor de peulen geopend worden en de erwten van de peulen worden gescheiden. De lege peulen verdwijnen weer op het land en worden ondergewerkt. De erwten gaan naar een conservenfabriek. De opbrengst is 7 ton per hectare.